De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat ook de horecaondernemers creatief zijn geweest met het bedienen van zoveel mogelijk gasten. Nu komen de wintermaanden eraan en ga je niet voor je plezier in de kou op een terras zitten. Gelukkig is de gemeente zo vrij geweest om nieuwe vergunningen voor het blijven uitbreiden van terrassen te verlenen. Het staat de ondernemers vrij natuurlijk om terrasverwarmers te gebruiken, om windschermen te plaatsen. En als ondernemers nog een stap verder willen en echt willen overkappen, dan moeten ze een aparte omgevingsvergunning aanvragen, tijdelijke omgevingsvergunning. Ja. Fiona Steuger van Koffielicious is een van de ondernemers die een stap verder wil gaan. Het plan is om glazen huisjes, 5 om precies te zijn, dat gaat een beeld geven, te plaatsen hier op straat. Die gaan gewoon tussen de plantenbakken inpassen en dan vanaf de bistro naar links toe. Dat gaan we delen met bistro en Strade Delvino's van dezelfde eigenaar, Frank Mol. En overdag gaan wij daar ons terras voeren en in de avond zal hij dat dan doen. En dat is niet anders dan dat we al gedaan hebben de afgelopen maanden. En hoe staat de gemeente daar tegenover? Heel positief. Ja, ze vinden het echt fantastisch, de plannen die wij hebben. Dus gelukkig maar. Dus ja, wij hebben wel het gevoel dat het echt een heel groot succes gaat worden. Dus vandaar dat wij ook in overleg met ondernemers, met collega Burggraaf, vanzelfsprekend, kijken wat de mogelijkheden zijn om de uitbreidingen die al verleend zijn te handhaven. Maar ook nog om te kijken of er nog aanvullende terrasmogelijkheden zijn met overdekte terrassen, verwarmde terrassen, om ook de komende maanden in een veilige omgeving daarvan te kunnen profiteren. Als ik hier zo van de zomer zag hoe die tijdelijke terrassen, hoeveel levendigheid dat in de stad gaf, ja, dan is dat iets wat we vooral als stad moeten koesteren. Ja, nu staan we hier op Scheffersplein. Wat zou het voor de binnenstad betekenen als die winterterrassen niet zouden mogen? Of ja, dan valt het alle horeca om, denk ik. Ja, dan kunnen de horeca-ondernemers een stuk minder mensen bedienen binnen. Ja, en dan is dat natuurlijk een enorm probleem voor hun bedrijfsvoering en de continuïteit ervan. Dus daarom hadden we zoiets van, ja, die openbare ruimte die gaan we gewoon beschikbaar stellen om te zorgen dat in ieder geval zoveel als mogelijk klanten op een veilige manier door de ondernemers bediend kunnen worden. En zo hun omzet, ondanks de coronaperiode, nog zoveel mogelijk ondersteund kan worden. Nou ja, we hebben 60% minder zitplek binnen. Dus wij hopen gewoon met die extra tafels om het verlies wat we nu gaan lijden toch weer te compenseren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus het is gewoon letterlijk wel hard nodig. Doet de gemeente nog iets om de horeca te steunen naast het toestaan van de winterterrassen? Ja, kijk, voor alle ondernemers in de binnenstad werken we er hard aan om te zorgen dat ook voor de winkeliers mensen toch nog wel steeds ook naar die stad komen. Want het kan nog steeds als je daar gewoon op een veilige manier dat doet. Dus dat doen we via centrumdordrecht.nl, geven we veel promotie daaraan. En deze decembermaand zal er ook weer een heel mooi programma komen die echt vooral ook op de horeca en de winkeliers geënt is. En is zo'n kastje dan lekker verwarmd? Of? Tuurlijk, nee, dat wordt fantastisch. Gaan we een kacheltje doen, muziekje in doen, lampje in doen. Dit wordt echt super, super nice, ja.